Ja, dan kun je leuk spelen, kun je verstoppen, hè? Ja. Dan kun je verstoppen en alles, ja. En hier, als je hier zo doorloopt, dan zie je de steen van meester Los. Dat is de meester, die is niet zo lang overleden, maar hij was wel een. Dat was een meester die heel veel met groen had. Gij van de meester. Gij van de meester, ja. En die hebben toch een plaats in de geest. Dat lijkt me mooi. Ja, dan heb je wel geleerd in het oosten. Ja. Dan gaan we wel weer toe zijn. Jullie lopen weer rond. Hij wil hier nog iets over vertellen. Ja, dit is een ziekenhuis. En ja, daar spelen kinderen wel vaak vadertje en moedertje of zo. En die zijn helemaal groen uiteraard. Die zijn helemaal... Zo meestal wel. Ja. Ja, dat weten ze ook. Hè, dat en ze spelen ook wel de stekertje en rennen meestal af. Ja, dat is een wereld voor de kinderen om in de tuin te mogen spelen. Ja. Zodat het koetsvolk niet zegt van jongens, waar zijn jullie bezig? Maar in ieder geval, dan liggen we houtsnippers en onder de palen en zo moet er wat dikker om de valhoogte te breken, zo gezegd. En ik denk dat jullie hier nog wel iets over willen vertellen, hè? Over deze hoek. Ja, wat doen jullie hier? Dit is onze bouwhoek. En daar liggen takken, bladstenen, klimbom. De enige klimbom die we mogen hebben, hè? Hier worden we witte gebouwd. Ja. Dit is het materiaal dat we hier op. Jij hebt een vraag. Dus ga ik niet zo'n beetje uitkijken, want dan ligt een babyworm afgerond. Een babyworm, ja. Ja, en een lachwiel. Hele goede jongen. Ja, meester Frans, opletten. Ja, inderdaad. Wat moet ik doen? De bedoeling is, als hij de trap op wil en de deken eraf halen, om de vogelkast te openen, maar ook alle vogelkasten, zodat in het voorjaar de vogeltjes een nestje komen maken, dat wij kunnen zeggen, we hebben babyvogeltjes in onze tuin. Moeten ze allemaal openen? Nee, alleen deze. Tellen jullie van 10 tot, nee, van 1, van 0 tot 10, lukt dat? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Hier gaan de kasten die achter de kop komen. Houten die zitten er een paar jaar lang. Die houden nog wat in de kast. Ja, dit is Fleur Nou, dat moet de burgemeester nog de hele dag doen. Vogelkast open. Nou, geef jullie dan ook een applaus voor fans. Ja, dank u. Dank u wel. Met veel plezier doe ik het er elke keer. En ik mag nog 5 jaar werken. Echt hoor. En ik mag nog 5 jaar genieten samen met de kinderen van deze mooie tuin en van de scholen die we hebben. Goed, nou dan moeten jullie goed voor de tuin zorgen, hè. Dan kom ik in de zon nog een keer terugkijken of jullie het goed onderhouden hebben. Zullen we dat afspreken? Dat is net zo leuk. Heel goed, dan doen we dat. Dit is een heerlijk vector, hebben we een deur gemaakt. Van de zin, ik ging allemaal over. Jij hebt een mooie slinger gemaakt.